Nou, welkom bij NL Series. Dit is de eerste aflevering van NL Series waarin we gelijk de grootste serie aan bod komt. Dat is Game of Thrones. En naast mij zitten Bas. Hallo. En Sun. Allemaal diehard fans van de serie. Zeker weten. Ik ook. Eerste uurtje. En nou, we trappen gelijk af. Wat vonden jullie van de eerste aflevering over het algemeen? Bas. Over het algemeen. Ik vond het goed dat hij aansloot op waar het vorige seizoen eindigde. Bijna echt vloeiend. Dat hij gewoon in één keer doorging. Ik vond het ook wel fijn om te zien dat er veel bekende, maar ook een aantal nieuwe personages bij kwamen. Dus ik vond hem goed. Ik heb er weer zin in. Oké, okay. Jesse? Ik vond hem prachtig om inderdaad te zien dat er toch wel een beetje voorbereiding is voor de grootste dingen die gaan komen. Een beetje vertellend, meer verhaal. Niet extreem actie, maar als eerste aflevering, nou prima. Als de actie zometeen bewaard wordt voor de latere paar afleveringen, nou dan kunnen we echt wel. En ik wil het mooiste verwachten. Ja, dat, want het is wel zo natuurlijk dat het aantal afleveringen van dit seizoen wel wat korter. Dit keer 7 afleveringen. Ja. Dus ze zullen wat sneller met actie moeten komen. Toch? Dat zeker, ja. Ja, ze kunnen niet meer te veel langdradig gaan doen. Wat we wel eens een keertje hebben gehad. Ja. Waar ik zelf niet zo heel veel moeite mee heb. Maar dat kunnen ze nu helemaal niet meer doen. Vooral in de middelste paar seizoenen was het een beetje. Ze kunnen nou niet meteen beginnen met de nieuwe Battle of the Bastards. Natuurlijk. Het zou een beetje van, oh oké. Okay. Maar ja, ze zullen wel wat sneller moeten komen. Er komen grootstere acties dan ooit tevoren, denk ik. Ja. De legers zijn nu groter dan ooit. Maar ja, ze moeten natuurlijk wel in dit tijdsbestek natuurlijk nu een aantal verhaallijnen afronden. Dus stel je voor dat ze dit seizoen zo doorgaan dat ze misschien het gevecht tussen de koningen, zoals dat mooi heet, Battle of the Kings, dat afgerond is. En misschien seizoen 8 dan echt het gevecht is tegen de White Walkers. Dat zou kunnen. Zo, het ligt wel in de lijn der verwachtingen. Ja. Ja. Maar zoals je weet, Game of Thrones mag je niet te veel verwachten, want je weet, het gaat geheim mis dit. Ja. Hey, zullen we gewoon een beetje chronologisch of per gebied een beetje doornemen wat er deze aflevering is wat er is gebeurd? Ja, we hebben goed idee. Ja. We beginnen gewoon met Noorden. Laten we eerst beginnen met de opening, toch met Arya. Dat was toch even bijzonder, hè? Dat was mooi. Ja, dat was mooi. Dus dat was toch ook eigenlijk was dat een conclusie van een verhaallijn? Ja. Dat was een behoorlijke afronding, ja. Daar zit niks meer tussen. Nee. Dus dat vond ik wel interessant. En wat dan wel bijzonder is altijd, dat kijk, ze is dus een faceless man. Maar ze kan ook de stem helemaal aanpassen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Ja, ik zat inderdaad wel een beetje van, oké, okay, ze ziet er, maar hoe gaat ze dat doen qua lengte en qua stem? En qua, maar ze heeft het voor elkaar kunnen krijgen. Maar ze stapt ook af, hè? Dat zag je. Ze stapte verder naar beneden. Ze stond op een krukje. Ja, daar had ze voor nagedacht. Dat is interessant. Dus dat vond ik een heel leuk einde van het verhaal. Had ik eigenlijk eerlijk ook gezegd niet verwacht dat nog die hele familie aangepakt zou worden. Als je het eind ziet van vorig seizoen, dus dat Walder Frey zelf wordt aangepakt. Denk ik, ja oké, okay, ja, dit is prachtig, was een verrassing. Ja. Maar dat nu die hele familie ook werd gepakt, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ja, ze mikten een beetje meer op individuen. In het begin. Ja, want eigenlijk de lijst zijn een aantal namen. Ja. Klopt, ja. En nu was het echt in één keer de hele familie daar. Klopt, dus zijn ze goed als geen phrase meer nu. Nee. En er waren er ook. Dus dat is wel, dat vond ik dus wel een mooi einde van het verhaallijn. Dan ga je gelijk door naar het noorden toe. Dat is natuurlijk heel interessant. Kan niet missen. En dat is de grootste verhaallijn. Ja, dat is op het moment het grootste verhaallijn. Jawel. Min Danny. Ja. Precies. Laten we zeggen, kijk, je hebt heel even toen wordt er weer even aangekondigd dat die White Walkers aankomen lopen bij de Wall. Ja, dat is wel. Voor het geval in het vergeten bent. Er zijn de White Walkers. Jazeker. Dus dat is heel duidelijk. En dat Bran nu eindelijk aan de andere kant is gekomen. Hij heeft het bereikt. Dus dat is interessant. Ja, dat is maar ja, dan gaan we natuurlijk naar Jon Snow toe. En Sansa. Heel interessant. Toch, ik vond die speech die hij levert, Jon Snow uiteindelijk. Die toch goed heeft nagedacht over het algemeen belang. Ja, dat was krachtig. Ja. Ja, maar dan merk je toch dat is wat Jon Snow altijd al had gedaan natuurlijk. Hij had helemaal geen behoefte aan eer, aan titels of wat dan ook. Hij wilde gewoon goed doen, dat de rest het ook goed had feitelijk. Ja. Dat merkt hij al wel, wel vaker en dat laat hij nu overduidelijk zien. Als leider zijn inderdaad. Dus dat doet hij goed. Tenminste, ja, dat hoort eigenlijk wel, hoort hij wel in thuis. Ja, kijk, het mooie ervan is dat denk ik ook wel de Umbers en de Karstarks, dat die toch weer genade wijs geneemt. Ja. Dus uiteindelijk in het begin dacht ik, oké, dat kan misschien een splitsing worden binnen de Noorden. Maar uiteindelijk heb je het zo gedaan dat iedereen weer... Dit is alleen maar slim. Ja. Ja.
hij heeft het hele noorden nu feitelijk gewoon achter zich inderdaad. Ja. Je haalt je mogelijke vijanden al weg voordat ze er zijn op deze manier. Ja, ja, heb ik ook interessant van een stuk de rol van Littlefinger, die toch weer een beetje sneaky bezig is. Ja. Maar het lukt hem niet, hè, met Sansa. Je ziet hem wat verzwakken inderdaad. Ja. Je ziet hem wat meer dat zijn gevoel wat meer ja. het overneemt van hem. En dat kan nog wel eens... Zijn einde worden. Ik denk persoonlijk dat hij nu gewoon toch wat meer weer aan het informatie aan het inwinnen is om zijn spel weer te kunnen spelen. Ja. Ik denk niet dat hij zomaar zich zo makkelijk zich aan de kant kan schuiven. Hij zal niet snel vallen. Nee, daar is hij wel iets te geniepig voor. Geloof ik ook. Nou, dan dus dat is even het noorden. Dan gaan we iets meer naar het zuiden toe, naar King's Landing. Interessant natuurlijk. Daar is het allemaal op te doen. Ja, prachtige King's Landing. Ja. En dat is toch interessant. Cersei... ik had gezien dat ze echt helemaal evil is geworden in de zin van... Ze hebben niks meer te verliezen in zekere zin. Nee. Alleen maar aanvallen. Verliezen, ja. En je ziet dat Jaime daar toch wel een beetje moeite mee heeft. Ja. Vooral de manier waarop ze sprak over hun zoon dan. Ja. Je zag toch wel aan zijn gezicht dat hij een bepaalde... Van, hier klopt iets niet. Nee. Dit gaat niet goed. Dat is heel duidelijk. En ik denk ook dat het misschien wel een beetje twijfelachtig is of hij wel goed weet hoe het is gebeurd. Want hij kan natuurlijk aanzetten toen die hele sept al gewoon kapot was. Dus misschien weet hij niet eens dat Cersei het heeft gedaan. Ja, nee, maar Cersei zei op een gegeven moment, hij ging ook tegen mij, hij keerde tegen ons, zei ze. Ja. Niet mij, maar en ons. En toen zag je zijn... Ja. Dus ik denk niet dat hij weet... hoe het precies is ontstaan. Want hij was er natuurlijk niet toen het gebeurde. Nee, precies. Ja. En als zij het nooit echt verteld heeft van nou, kijk wat ik heb gedaan. Want als zij heel makkelijk zegt, ik heb al onze vijanden in één keer vernietigd. Ja, maar Tommen hoort daar, zit ook bij degene die dood zijn. Dus ja, die hoorde eigenlijk niet bij de vijanden, nee. zou je kunnen zeggen. Dus, maar in haar ogen langzamerhand wel. Dat is zo legt ze het wel uit. Ik denk ook niet dat zij echt goed doorheeft hoe zwak ze er eigenlijk voor staat. Nou ja. Ik bedoel, ze heeft een vloot en ze heeft een leger in de vorm van de Lannisters en misschien Riverlands hier en daar een beetje. Maar ze heeft ongeveer de rest van de kingdoms tegen zich gewerkt. Ja, maar dat is... daarom is de Jorn natuurlijk, die ook erin voorkwam, is natuurlijk een hele belangrijke pion geworden. Het is ook de sterkste pion. Ja. Nou, de enige waar ze nog terecht de kwam. De enige waar ze echt wat aan heeft. Ja, en dat is natuurlijk heel interessant, maar hij is totaal niet betrouwbaar, want die heeft ook zijn eigen agenda. En dat weten ze ook. Behoorlijk. Ja. Dus op dit moment staat ze, en dat geeft Jaime ook goed aan. Ja. Je hebt maar 3 kinderen in je handen. En je staat slecht voor. Niemand is voor de losing partij, zoals je dat zo mooi zei. Dus daar zit nog wel een probleem. Alleen, de vraag is natuurlijk, en dat zul je pas, dat zien we pas natuurlijk in de volgende aflevering. In hoeverre Daenerys natuurlijk haar tactiek gaat gebruiken. Want als zij het ook, ze heeft wel een meerderheid aan troepen en materieel, maar als ze het verkeerd inzet, kan je het ook allemaal kwijtraken. Ze zit nou op een eiland inderdaad. Ja, alleen ik vraag me af wie nu de tactiek voor haar bepaalt. Want eigenlijk degene, de echte soldaten, die zijn er nu niet meer bij haar in de, aan de tafel, zeg maar. Die zitten er niet. Je hebt Barristan Selmy, dat is natuurlijk een geniale soldaat, zou je kunnen zeggen. Nou, die is er niet meer. Bijna een legende. Tyrion, bij even hebben we het over Daenerys, die was trouwens wel een geniale. Die heeft toen de Battle of Blackwater gewonnen. Dat is zeker waar. Ja. Dus daar zit wel in. Kijk, en met de andere kant, dus even bij terugkomen met King's Landing, denk ik dat Jaime zich ook gaat ontwikkelen tot een Battle Commander. Jaime is de commander van nu. En wat interessant is natuurlijk de Tyrells. Kijk, die zijn natuurlijk nu hoor bij Daenerys, maar je hebt daaronder heb je natuurlijk die andere familie, de Tarlys. De Tarlys. Ja. Kijk, en als die switchen van site, wat een beetje in de trailer naar voren kwam, dat die aan de kant van King's Landing gaan vechten, dan wordt het toch alweer interessanter. Ja. Want dat was wel interessant, dat zei namelijk Jaime ook van, het eerste object wat wij moeten gaan veroveren zijn de Tyrells, omdat daar alle voedsel zit. Ja. Die hebben de granen, die hebben de dieren. Want dat is uiteindelijk, zeker nu de winter binnenvalt, is dat misschien wel een heel belangrijk punt om... uiteindelijk de oorlog te kunnen winnen. Een leger kan niet lopen zonder voedsel. Ja. Dus het is gewoon puur logistiek is dat dan. Dus daar zit nog wel een hele interessante ontwikkeling in. En het sluit natuurlijk een grens. Ik bedoel, ze hebben nu Noord, Oost, Zuid en West, hebben ze technisch gezien vijanden. Ja. Nou ja, Oost is natuurlijk water, maar de Stormlands een beetje zijn ook niet bepaald. Klopt, het is moeilijk. Kijk, Noorden op zich, je ziet dat Jon Snow eigenlijk helemaal geen zin heeft naar het zuiden te trekken, dus daar hebben ze het makkelijk. Al zal hij wel moeten. Ja. Nee, kijk, en dat is even, dan gaan we gelijk naar Old Town toe. Naast dat vervelende, dat poep en eten, waar ik helemaal op een gegeven moment echt scheidziek van werd, om het zo maar te zeggen.
En die werd niet de enige, geloof ik. Nee. Maar ze kwam daar natuurlijk uiteindelijk twee hele interessante momenten. Het eerste is natuurlijk dat hij toch de boeken had ontvreemd. En dat hij las dat in de Stormlands, dat daar heel veel... Hij heeft informatie gevonden inderdaad, die hij hoopte te vinden. Ja, dus en dat stuurt hij naar Jon Snow, naar Winterfell. Dat wil hij meteen met de Raven... Ja. Dat ging hij doen, dat zei hij ook. Ja. En het andere punt is natuurlijk Jorn, die nu daar zit. En die met, gaat niet echt goed met hem. Gaat niet goed met hem. Wel leuk dat hij toch nog even heel eventjes terugkomt. Dat je hem niet helemaal vergeet. Dat je niet denkt van hij is gewoon uit de Syrië en nee, uit het niets. Maar hij is er nog wel. Hij heeft zijn opdracht heel strikt genomen. Hij gaat een cure vinden. Alleen ja, dat doet hij in Old Town. Ja, hij is ver gevallen. Ja. Maar wie weet. Rise of the Fiend. Ja, het kan nog terugkomen. Dat wil niet zeggen dat... Ik ben benieuwd. Want ik vond hem toch altijd wel meesterlijk. Ja, ik denk een beetje. En dat is even... Weet je, we gaan zo meteen even... Bewaar het even voor zo meteen voor de vooruitblik. Laat ik eerst even doorgaan met... Het laatste gedeelte van deze aflevering is natuurlijk dat eigenlijk Daenerys knalt, echt. Dat was even en daar heb ik een paar andere reviews bekeken. En dat vond ik een hele leuke mening, kwam daar naar voren. Stel voor dat Stannis gewoon 100 man had achtergelaten. Gewoon alleen maar ter verdediging van dat kaas. Dat was nog heel moeilijk om er binnen te komen. Nou, dan zal dit verhaallijntje snel afgekapt zijn. Want het was heel erg... Was de oorlog al begonnen? Want moesten ze als eerst aankomen. Wat dus heel sprekend is, heb je natuurlijk die draken als een soort luchtmacht... waarmee je het ook heel snel dan toch de boel kan veroveren. Ja. Maar voor de rest is het allemaal heel erg nauw. Dus je kan met als à la 300, kan je gewoon de hele boel heel lang volhouden. Ja, dan is de vraag ook om die draken. Verander je je geboorteplek in een tweede Harrenhal? Ja, dat denk ik niet. Nee, dat heb gelijk in. Dus dat zou ze niet doen. Nee. Ja, dat hebben ze natuurlijk heel snel. Ja, Daenerys zou er wel gek genoeg voor zijn, denk ik. Ze hebben vaker laten zien dat niks is eigenlijk maar een kan kasteel, schelen. Maar het is wel er familie's. Ja, het is een gewond. Dus dat denk ik, dus je zag wel dat het emotioneel was dat ze dit had. Dat is zeker waar. Dat zag je wel overduidelijk inderdaad. Het is het laatste beetje Targaryen wat nog... Ja. Maar in ieder geval, dat was leuk. En uiteindelijk dat het laatste quote natuurlijk, let's begin. Dat is natuurlijk wel het gekke aan die tafel. Wordt nu tijd voor actie. Ja, daar kan het gewoon meer. We zijn nu aangekomen. We hoeven niet meer te hebben over moeilijke overtocht. Feitelijk zijn ze nu op het continent. Ja, het is nog het eilandje, maar ze zijn eigenlijk op het continent wat zij wil veroveren. Ja. En daar zijn ze aangekomen. Dus ze gaan nu de plannen bespreken om het waar te maken. Ja. Al kan dat eilandje nog wel een probleem vormen. Ja. Met die vloot van Euron. Ja, dat is hey, kijk, daar moeten wij zijn. Ja. Maar ja... Het is misschien 300 meter, dus, maar toch. En je troepen kunnen niet zwemmen. Nee. Maar ja, dan kan kijken, als het een korte oversteek is, dan kan je misschien die draak een soort barrière opwerpen om tegen te houden. Dus dat zou kunnen. Ja. Een soort safe. Hé, hey, maar laten we toch een beetje al gaan speculeren. Mm. Dan maar het vooruitzicht voor volgende week. Uiteraard. We hebben even 20 seconden gezien van de preview. Het was heel kort. Heel kort, heel kort inderdaad. Maar misschien is het leuker voor de verrassing. Dat is spannend. Ja. Nee, maar dit is zo weinig. Dat kunnen we dus voor ons ook dit is gewoon speculeren. Vanuit die 20 seconden kan je niks zeggen. Nee. Dus Sun, begin met jou. Wat er gaat gebeuren bedoel je? Ja, gewoon wat is jouw vooruitzicht? Wat de vooruitzicht zijn? Ik denk wel dat we dus de eerste actie, dat gaan we meemaken van Daenerys. Gewoon, ze gaat meteen in actie, wat we net ook zeggen. Van, ze komt net aan, ze komt net in de chamber. En ze beginnen meteen van, laten we beginnen. Ze gaan meteen plannen bespreken om actie te ondernemen. Wat wordt onze eerste aanval? En dat gaan we dus gewoon zien in aflevering 2. Geheid, dat kan niet anders. Ze gaat niet wachten op iets. Ze heeft lang genoeg gewacht. Ze heeft jaren gewacht voor een leger, voor genoeg... allerlei vertroepen en zo. Ze heeft er zo lang op gewacht. Ze is nu aangekomen. Gaat meteen actie ondernemen. Dat is gewoon dat kan niet anders. En ik hoop eigenlijk dat we... nu blijkt nu overduidelijk dat de Game of Thrones zo extreem populair. Budget is alleen maar hoog gegaan. Ik hoop nog op zeer mooie special effects voor die acties. Dat kon in de vorige seizoenen kon dat niet zo makkelijk. Niet uitgebreid. Hebben ze bewust zo ingeperkt mogelijk gehouden. Om het wel mooi eruit te laten zien. Maar niet uitgebreid, omdat ze het budget niet hadden. Ja, nu moet het budget oneindig zijn volgens mij. Dus volgens mij moeten we nu partijen scènes gaan zien die verbluffen. Dat kan niet anders. Oké, jij Bas? Ja, de wolven zijn terug. Dat is mooi. Ja. Maar het wordt inderdaad... Ik denk dat ze dit seizoen ook omdat ze deels minder tijd hebben. Minder afleveringen hebben. Dat ze sneller ingaan op de actie. Je merkt ook dat ze waarschijnlijk echt meteen voor het hoofd gaat. Ze gaat niet eerst landjes veroveren en we zien wel of er komen. Ze wil meteen voor King's Landing. Tenminste, dat is het advies. Ja. Ze wil meteen voor King's Landing. Ik denk ook wel, ja. Ja, lijkt me wel het slimste.
En dan zit je natuurlijk nog met het noorden. Ik denk dat we ook wel een beginnetje gaan zien van hoe gaat John naar Danny toe komen. Ja. Want je moet toch door vijandig gebied of over het water. Nou ja, ze hebben geen vloot. Tenminste, niet een echte grote vloot. Nee. Dus ik denk dat we voornamelijk Danny, maar toch wel een beetje Jon Snow ook. Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk gaat worden dat Danny wilt gaan aanvallen. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat je die council gaat krijgen om op die tafel van huppen gaan aanvallen. Mm-hmm. Maar ik denk dat Jorn een streep gaat zetten door de eerste aanval. Dat zij denken van, we gaan misschien gelijk naar King's Landing met een gedeelte van de vloot. Met de Martells en met natuurlijk de Greyjoys die ze hadden. Ja. Dat daar misschien een tegenslag komt. Ja, dat ik denk wel, dat... Dat je daar nu misschien wel eerst een soort zeeslag krijgt. Ja, dat zou een soort wake-up call zijn voor. Ja, dat dat gaat komen. En dat kwam wel een beetje in de trailer ook naar voren. Dat gevecht met al dat vuur, die boten. Ja. Kan ook wel spectaculair zijn. Ja. Juist om het voor het eerst is dat we dat gaan zien. Nee, dat, en wat natuurlijk ook, en dat is ook met je trailer voorgekomen, dat gevecht dat Jamie richting Tyrells gaat. Om daar natuurlijk toch dat eerste plan uit te voeren om natuurlijk die logistiek binnen, die voorraden binnen te halen. Ja, en dan krijg je en wat je zegt, Jon Snow, ja, die weet nu, en hij weet nu hoe Dragonglass, dat is voor hem gewoon de nummer 1 boven alles. De hele Game of Thrones interesseert me niet, hij wil gewoon een Dragonglass hebben. Om die White Walkers te gaan bestrijden. Dus hij gaat. Dit is wel de vraag in de partij. Dat is altijd slecht in onderhandeling. En het is aan de andere kant van het continent. Dus het helpt ook niet. Nee, maar ik zie hem wel. Kijk, hij kan volgens mij wel zo naar het zuiden. Want kijk, het hele noordgedeelte. Daar zijn de Lenters haast. Daar zijn ze ook niet zo sterk. Nee, klopt. Maar je moet wel langs. Dragonstone ligt net boven King's Landing, toch? Ja, wel hoger. Ja. Dus het is helemaal noord. Het is boven King's Landing. Dus op zich. En alle troepen denk ik dat hij dat Jaime gaat inzetten ten westen. Hmm. En we hebben natuurlijk ook al stukjes gezien dat uiteindelijk de Unsullied natuurlijk ook nog een aanval doen. Lannisters. Ja, dus er zijn nog heel veel dingen waarvan ik denk dat het interessant is. Maar ik denk dat, even terugkomen zeg maar, op volgende week de vooruitblik, dat de Sea Battle. Ik geloof dat misschien wel de klapper gaat worden. Het zal heel interessant zijn, maar ik ben heel nieuwsgierig. Het zou een wake-up call zijn voor Danny van, niet alles gaat. Goed. Ik ben er nu. Ik heb draken, maar... Ja, nog niet alles goed gaat. Het gaat niet zomaar, nee. Dus dat lijkt me interessant. En dan intern denk ik dat er een stukkel is in het noorden van... moet John naar het zuiden toe of niet? Dat zal sowieso een puntje worden. Dat wordt niet iedereen vertrouwd, natuurlijk, de trekker. En je merkt dat Sansa ook wel een beetje... alles wat hij probeert te doen, zeg maar, met een andere blik bekijkt. Ja. Dus het zal nog moeilijk worden om daar eensgezind over... Ja, ze gebruikt iets meer de verstand. En hij iets meer de gevoel. Ik vind het wel slim, persoonlijk. Ja, maar dan... Je merkt dat John het niet echt goed begrijpt en dat hij het een beetje ziet als ondermijnen. Maar ik denk dat het slim is als je zo'n blik... Want ze is niet dom. Nee. Ze was dom. Nou ja, ze was vrij naïef. Naïef, zegt hij. Ja. Dus dat is interessant. En dat was wel even een stukje, dat zag ik in de preview. En dat laatste beetje toevoeging wil ik zeggen, dat is natuurlijk die wolf waar je het over had. Want dat kan misschien zijn betekenen dat Arya misschien niet naar het zuiden daardoor gaat... Als hij zich met die wolven gaat mengen, dat er weer een heel ander verhaallijn ontstaat. Ik ben zeer benieuwd wat daaruit voortkomt. En Bran, blijft hij bij de wall of gaat hij meteen door? Ik hoop dat hij gelijk doorgaat. Dat zou wel slim zijn. Het is ook goed voor het verhaallijn om het verhaal natuurlijk wel in een bepaalde snelheid te houden. Want je kan geen fillers meer hebben met 7 of... Nee, dat kan niet. Daar is het nou een beetje laat voor inderdaad. Ja, dus dat lijkt me... Ja. Nee, dat is denk ik even de eerste keer van onze aflevering. En volgens mij, ging goed. We gaan allemaal goed. Dus dames en heren, dank u voor het kijken. En tot de volgende week. En dan zien we graag weer terug. Doei.